sta te wachten op de bus in Amsterdam-Noord. Het is nu 11 uur en ik wil vanaf hier het Buikslotermeerplein naar station Zuid bij het World Trade Center. Hemelsbreed 9 kilometer. Dit Buikslotermeerplein is ook het begin en het eindpunt van de nieuwe metrolijn die Amsterdam wil aanleggen. De Noord-Zuidlijn. Die lijn die kan later nog worden doorgetrokken naar Purmerend en Schiphol. Goedemorgen. WTC. Bedankt. Als alles goed gaat, zullen in het jaar 2005 de eerste passagiers met de nieuwe metro kunnen reizen. De Noord-Zuidlijn moet ervoor zorgen dat Amsterdam bereikbaar en leefbaar blijft. En is bovendien een belangrijke stimulans voor de economische ontwikkeling van Amsterdam en omgeving. Onze reis van Noord naar Zuid begint nu nog met lijn 38. In onze stad zullen steeds meer mensen van het openbaar vervoer gebruik gaan maken. Niet alleen Amsterdammers, maar ook mensen van daarbuiten. Denk aan forensen uit Zaanstad, Purmerend, Hoofddorp. En denk ook aan toeristen en zakenlui die van en naar Schiphol reizen. Vergeet bovendien niet de mensen die in de binnenstad van Amsterdam werken en wonen. En die er eigenlijk niet meer doorheen komen, zeker niet met hun auto. Het openbaar vervoer raakt steeds voller, de trams en de bussen. En als je Amsterdam een beetje kent, dan vraag je je af hoe iedereen in de toekomst vervoerd moet worden. Inderdaad, onder de stad door met de metro. Dit is de voorgestelde route van de metrolijn. Van het Buikslotermeerplein in Noord gaat het via de Van Hasseltweg en de Sixhaven onder het IJ door naar het Centraal Station. Vandaar gaat de metro via het Damrak en het Rokin op de Munt af. Bij de Munt draait hij de Vijzelstraat in en gaat hij recht op het Weteringsplantsoen af. In twee bochten draait de metro daar naar de Boerenwetering en kruist even later de Centuurbaan. Daarna gaat het in een rechte lijn richting Rai. Voorbij de Rai komt de Noord-Zuidlijn boven de grond en gaat hij in de middenberm van de A10 verder naar station Zuid, World Trade Center. De Noord-Zuidlijn volgt dus bijna overal het bestaande grachten- en stratenpatroon. Op deze manier kan de overlast zoveel mogelijk beperkt blijven en hoeven er geen huizen gesloopt te worden. De stations komen te liggen bij het Buikslotermeerplein, de Johan van Hasseltweg en later misschien ook bij de Sixhaven. Bij het Centraal Station, het Rokin, op de Vijzelgracht vlakbij het Weteringsplantsoen, de Centuurbaan, de Rai en bij station Zuid World Trade Center. Niet alleen Amsterdam, maar ook de plaatsen eromheen krijgen steeds meer inwoners. Ook komt er steeds meer werkgelegenheid in en om Amsterdam. Dit betekent dat de komende 10 jaar steeds meer mensen met het openbaar vervoer zullen gaan. Het is dus niet de bedoeling dat er meer auto's in de stad komen. Ook de regering wil de groei van het autoverkeer beperken. Als het openbaar vervoer beter wordt, zullen meer mensen de auto laten staan. Van de nieuwe Noord-Zuidlijn is het makkelijk overstappen op ander openbaar vervoer. De reizigers zullen kunnen overstappen op de sneltram naar Amstelveen, op de toekomstige IJ-rail naar IJburg, op de trein of gewoon op de bus en tram. Zo levert de Noord-Zuidlijn een belangrijke bijdrage aan een efficiënt openbaar vervoer in en om Amsterdam. De metrotunnel zal op 3 manieren worden aangelegd. En voor alle 3 de methode geldt dat overlast en hinder tijdens de bouw zoveel mogelijk worden voorkomen. In de Amsterdamse binnenstad en in een deel van de pijp wordt gewerkt met een geavanceerde boortechniek die ondergrondse aanleg mogelijk maakt. Hier in Amsterdam-Noord, bij het Centraal Station, en in Amsterdam-Zuid wordt gewerkt in bouwputten. Daarover straks meer.
Hier op het IJ zullen de waterdichte tunneldelen drijvend over het water worden aangevoerd. De drijvende tunneldelen worden naar de juiste plek gemanoeuvreerd. Vervolgens worden ze verzwaard en zinken ze naar een diepte van 18 meter precies op de juiste plek. Het afzinken van caissons is een beproefde en tot nog toe onovertroffen bouwwijze. Het Centraal Station is niet alleen een knooppunt van treinen, maar ook van trams en van bussen en van de metro naar Zuidoost. Ook de Noord-Zuidlijn zal hier bij het Centraal Station stoppen. En die aansluiting op streekbus en trein is zo belangrijk, omdat daarmee een modern openbaar vervoersnet ontstaat waarmee we de 21ste eeuw in kunnen en dat kan concurreren met de auto. Zo, en nou even zorgen dat we de juiste tram naar Amsterdam-Zuid nemen. De regering vindt de Noord-Zuidlijn van groot belang voor het openbaar vervoernet in Nederland. En ze zal er dus ook in investeren. De totale aanleg gaat ongeveer 1,5 miljard gulden kosten. Er gaat dus heel wat geld de grond in. Het Rijk investeert niet voor niets in de Noord-Zuidlijn. De vraag naar openbaar vervoer zal de komende 10 jaar verdubbelen. Het bestaande bus- en tramnet kan die verdubbeling niet aan. Er moeten niet alleen veel meer mensen met het openbaar vervoer kunnen gaan, tegelijk moet ook de kwaliteit worden verbeterd. Snelheid, regelmaat, stiptheid, comfort en aansluiting op trein en streekbus. Op het Centraal Station en op Station Zuid World Trade Center zul je straks van de Noord-Zuidlijn kunnen overstappen op de trein. Ook de toekomstige hoge snelheidslijn naar Frankrijk en Duitsland zal hier aansluiten op de metro. De Noord-Zuidlijn is dus niet alleen voor Amsterdam heel belangrijk. We hadden het al over de verschillende technieken waarmee de Noord-Zuidlijn wordt aangelegd. Hier onder het damrak zal geboord worden, net als dat bij de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland het geval was. Die boormachine is een wonder van techniek. Bovengronds merk je er bijna niets van en ondergronds boort hij op ongeveer 20 meter diepte met chirurgische precisie. Dit is hem dan, de boorkop, met een doorsnede van 6,5 meter. In de praktijk zal de boorkop via een schacht naar beneden worden getakeld, naar een diepte van tussen de 20 en 30 meter. Dat is een flat van 10 verdiepingen, maar dan de grond in. Daarachter wordt als het ware een kleine fabriek gezet. Die is nodig om het zand af te voeren dat bij het boren vrijkomt en om de tunnelelementen te plaatsen. Daarnaast moeten mensen en materieel aan- en afgevoerd worden. In een gestaag tempo graaft de boor zich een weg door Amsterdam, zo'n 8 meter per dag. Aan het eind van de tunnel wordt de boormachine gedemonteerd en weer naar boven getakeld. Voor de Noord-Zuidlijn zal worden geboord onder het damrak, het Rokin, de Vijzelstraat en een stukje van de pijp. En zo gaat de boormachine langs en onder de palen door waarop Amsterdam is gebouwd. Op deze manier kan de overlast in de drukke binnenstad beperkt blijven. De rest van het tracé wordt aangelegd in bouwputten die zoveel mogelijk direct worden afgedekt. Een afgedekte bouwput geeft veel minder overlast dan een open bouwput. Bij een afgedekte bouwput wordt eerst een klein deel uitgegraven, daarna gaat zo snel mogelijk de deksel erop. Bovengronds kan het dagelijks leven dan zonder veel hinder verder gaan. Dit is misschien wel het drukste punt van Nederland. Daar de Kalverstraat, waar massa's mensen komen winkelen. Daar de Dam. En elke dag reizen er tienduizenden mensen met de trams. Het station van de Noord-Zuidlijn komt hier op het Rokin. Met in- en uitgangen bij de Dam en aan het Spui. Als we willen blijven wonen en werken in de binnenstad, dan moet er meer openbaar vervoer komen. We willen Amsterdam bereikbaar houden, maar bovengronds kunnen we geen kant meer op.
Elke dag maken 840.000 mensen gebruik van tram, bus en metro in Amsterdam. In 2005 zullen dat er 1,2 miljoen zijn. Voor de Noord-Zuidlijn verwachten we dagelijks 160.000 instappers. Dat is net zoveel als er nu met de metro naar Zuidoost en de sneltram naar Amstelveen samengaan. Sorry mevrouw, mag ik even tussendoor? Die getallen die zeggen misschien niet alles, maar dit zegt genoeg. Een volle tram. De nieuwe metro moet ervoor zorgen dat in de toekomst alle passagiers snel en comfortabel kunnen worden vervoerd. De aanleg is een gigantisch bouwproject, het grootste van deze eeuw. Kostbaar bovendien en technisch uiterst complex. Dat vereist dus een zorgvuldige planning. Het tracé dat de voorkeur heeft, is inmiddels uitgewerkt. We weten waar we de Noord-Zuidlijn willen aanleggen en waar de stations moeten komen. Daar bijvoorbeeld komt het station Centuurbaan, vlak bij de Albert Kuip en op loopafstand van het Museumplein. Eens even kijken, hoe kom ik vanaf hier bij de Rij? Het voorkeurstracé van de Noord-Zuidlijn is uitgewerkt in een schetsontwerp. Maar daarmee zijn we er nog niet. Na overleg en inspraak zal het gemeentebestuur halverwege dit jaar het programma van eisen moeten vaststellen. Daarna kunnen de definitieve bouwtekeningen worden gemaakt en kan bij het Rijk de aanlegsubsidie worden aangevraagd. Midden 1996 neemt de gemeenteraad het besluit dat de daadwerkelijke start van de aanleg mogelijk maakt. Dit is de laatste stap in de besluitvormingsprocedure over de Noord-Zuidlijn. In 2005 kun je dan een kaartje kopen. We zijn er bijna. Laatste stukje doen we met de sneltram. Van station Rij naar het World Trade Center, daar. Dit gebied aan de zuidkant van Amsterdam wordt steeds belangrijker voor de economie van de stad. En als er goede verbindingen zijn, dan hebben we daar allemaal wat aan. Hier langs de zuidelijke ringweg A10 aan de zogenaamde Zuidas ligt een groot zakencentrum, waaronder het World Trade Center. En verderop ligt Schiphol met alle bedrijvigheid eromheen. Hier, maar bijvoorbeeld ook in Amsterdam-Noord, komt steeds meer werkgelegenheid. Voor de bereikbaarheid van al die bedrijven hier in de binnenstad en in Amsterdam-Noord is de Noord-Zuidlijn hard nodig. Nou, dat is dan 55 minuten reistijd. Ik heb in de sneltram gezeten, op de pont, in de bus, in de gewone tram. En straks, als de Noord-Zuidlijn er ligt, dan doe ik dat in een kwartier. Zonder overstappen. Maar ja, dat is in het jaar 2005, dus dat is over 87.600 uur en 5 minuten. Nog even geduld dus.